Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 januari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag in de uitzending Contestia. Aan het eind schakelt FLDigi naar 8 PSK 1000, als het goed is, bij 1500 hertz, met een lange tekst over de historie van de Citizens Band. Vervolgens komt de morse oefening en dan schakelt FLDigi, als het goed is, weer terug naar Contestia. De nieuwe Rassies is uit. Rassies is een geweldig leuk, zo niet het leukste blad over zelfbouw. En het is nog gratis ook. In Rassies van februari dit keer de Blokkerdipol. Die zo heet omdat het waslijndraad waarvan hij gemaakt is en volgens mij ook de gebruikte snijplank ook bij de betreffende firma vandaan komen. Verder een artikel over een pulsbreedte gemodelleerde voeding aangestuurd met een Atmega 168. En opa Vonk vertelt zijn kleinzoon Pim over resonantiekringen. Ten slotte deel 3 van de Sputnik transceiver. Het blad kan in pdf-vorm worden gedownload vanaf de website www.pi4raz.nl/rassies. R-A-Z-Z-I-E-S. De eerdere nummers van Rassies zijn ook nog allemaal beschikbaar op die pagina. Een UFO-researcher probeert volgens amateurradio.com om een CubeSat te lanceren om naar bewijs te zoeken voor buitenaards leven. Ingenieur Dave Cote uit Canada heeft een multidisciplinair team van 7 man bij elkaar geroepen om het project vorm te geven. Hij wil met name antwoorden boven tafel krijgen over de vele UFO's die vanaf aarde te zien zijn of te zien zouden zijn. We hebben astronauten gesproken, militairen, politiemensen en de voormalige minister van Defensie van Canada. En allemaal waren ze bereid om te vertellen dat UFO's echt bestaan, aldus Cote, die de UFO's niet langer genegeerd wil zien of onder het tapijt geveegd als onzin. De VP8, de expeditie naar de afgelegen South Sandwich en South Georgia eilanden nabij Antarctica, heeft de nodige pech opgelopen. In de nacht van 24 op 25 januari werd het eiland in de South Sandwich groep waar men op dat moment verbleef door een kleine orkaan getroffen. Verschillende tenten gingen erbij verloren en er was grote schade aan de antennes. Op 25 januari, de dag erop dus, dreigde de route over het water naar de eilanden onbevaarbaar te worden en het team moest daarom per direct het eiland verlaten, alle apparatuur daarbij achterlatend. Op 26 januari kon de apparatuur vervolgens alsnog geborgen worden en het team is nu op weg naar de andere bestemming, zo'n 700 kilometer ten noordwesten daarvan, South Georgia, ten noordoosten is het. Beide liggen zo'n 900 kilometer vanaf de Falkland-eilanden. De eilanden behoren tot de meest afgelegen plaatsen op aarde en vielen tot 1985 onder het bestuur van de Falklands. Er wonen zo'n 30 mensen bestaande uit wetenschappers en overheidsfunctionarissen. Argentinië claimt de eilanden als haar territorium en had tot 1982 een militaire basis op een van de Britse South Sandwich-eilanden. Tijdens de Falklandoorlog, die in dat jaar plaatsvond, bezette Argentinië korte tijd het eiland South Georgia. De Argentijnse militaire basis op de South Sandwich-eilanden werd door de Britten in 1982 gesloten. In Engeland zijn trouwens nog zo'n 9000 mensen die naar een zwart-wit televisie kijken. Volgens een item in de Frequencycast heeft dat te maken met het feit dat je net als vroeger in Nederland in Engeland een televisielicense nodig hebt. Dat wil zeggen dat je kijk- en luistergeld betaalt. Zo'n licentie is niet nodig als je zwart-wit kijkt. Ja, tenslotte hebben we vandaag ook nog een dumpshop, militariaforyou.com. De bovenste rubriek op de site is zenders. Die hebben ze wel, maar het gaat meestal wel om apparatuur uit de tijd dat bijna alles nog kristal gestuurd werkte. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar het is leuk om te zien en misschien ook wel leuk om te kopen. Wat ook leuk is als je daar belangstelling voor hebt, ze hebben nog telexen. De machines zijn nieuw en van de West-Duitse marine geweest en ze zijn beslist goedkoop. Ze sturen ze vanwege het gewicht van 26 kilo alleen niet op, dus je moet zelf naar Zutphen om hem op te halen. Apparaat inclusief 220 volt voeding kost compleet 39,50. Voor 20 tot 25 euro heb je verder al een kristalgestuurde draagbare zet ontvangen van het merk AEG Teleport 4 of equivalent. Ik vermoed dat ze voor de lage VHF zijn, dat staat er niet bij. Voor 5 euro hebben ze er ook nog accu's bij. Soms hebben ze zaken waarvan er maar eentje binnenkomt. In het standaard voorraadpakket zitten bijvoorbeeld een tellurometer, dat is een afstandmeter op 10 gigahertz, die kost 79,50. Verder een complete Russische set voor het afluisteren van vijandige geluiden voor 170 euro. Ook de BC603D hebben ze nog voor 79,50. Wie kent dat apparaat nog? Bedrijven verder heel veel materiaal voor verzamelaars, echte dingen als emblemen en merkwaardige zaken ook. En ook zaken uit de DDR-depots. Spullen voor luchtvaart hebben ze en surpluskleding, deels gewoon nieuw dat laatste. Echt de moeite waard om eens op een druilerige zondagmiddag uitgebreid rond te neuzen. Ja, of misschien wel om naartoe te gaan. www.militariaforyou.com. En for you schrijf je als 4 Yankee Oscar uniform. Tot zover de uitzending van vandaag. Denk als je dat wilt ook nog even een lange uitzending vanavond op PI3 UTR om 10:30.
Attention DXers, stay tuned for a special announcement. Have you lost a girlfriend or wife over your hobby? Upset that she left you because that diamond ring at Walmart had to be put on layaway, but you still managed to afford a Watkins Johnson HF1000 for the shack? Or did she bolt when your planned lovemaking night was postponed due to excellent ionospheric conditions? Maybe it was your insistence to put that framed photo of Captain Ron on the nightstand? Does any of this sound familiar? Well, meet Susie Koozie, the inflatable DXer's love doll. Constructed of the finest vinyl and modeled after Tasha Femkins, Susie Koozie is fully washable and comes with three usable orifices for maximum pleasure. Susie Koozie also comes equipped with a voice chip, so she can say exactly what DXers want to hear, such as, "You're hotter than Glenn Hauser," and "Your wiener is twice the size of Alan's." For only 20 easy payments of $19.95, Susie Koozie is yours to adore. Have your Visa or MasterCard ready and call 1-800-SOMEFAN. That's 1-800-ANSOFME. Get Susie Koozie today.